Welk bedrijf uiteindelijk de vluchten voor, gaat doen voor airambulances? Nee, mij maakt dat niet uit. Laat ik nogmaals benadrukken, SARPA staat bekend als een zeer goed bedrijf voor airambulances. Dus, er zijn wel een paar problemen, dus kunnen ze dat gaan doen? Wij hebben ook in de brief naar de inspectie gezegd van het maakt ons als journalisten, er zijn 7 journalisten die de brief hebben ondertekend, het maakt ons als journalisten niet uit welk bedrijf het gaat doen als het maar een goed bedrijf is. En een bedrijf wat mag vliegen. Ik ben namelijk niet alleen journalist, maar ik ben ook al 10 jaar lang bewoner van Bonaire. Dus mij kan het ook overkomen dat ik in die airambulance terechtkom. En dan vind ik het wel belangrijk dat hij kan vliegen. En welke maatschappij dat dan is, dat maakt me niet uit. Fondation Maria Dale heeft autoriteit eigenlijk van iemand gekregen dat dit mag gebeuren. Heb je ook iets gehoord van dit? Dat is een hele goede vraag. Dat is echt een hele goede vraag, want daar zit een kern. Van waarom gaat Mariadal, Fondation Mariadal, opeens nu dit doen? Zijn ze al jaren daarmee bezig om dit voor te bereiden? En hebben geen bericht gekregen van ZJSN of van het ministerie VWS dat ze die hiermee moeten stoppen. Dus, maar wij krijgen van het ministerie krijgen wij geen antwoord. En dat is eigenlijk heel erg zorgwekkend.